Merel Eck, de politiek verslaggever van vandaag een site, is geboren in 1995, en daardoor weten we dat ze 28 of 29 jaar oud is, maar niemand weet wat nou haar precieze geboortedag is. Haar Wikipedia-pagina meldt alleen het geboortejaar en dus niet de specifieke datum, en daardoor tasten zelfs haar eigen collega's bij VI in het duister. Het geheim van Merel komt aan het licht in de rubriek in de wandelgangen, die enkele minuten wordt opgenomen voordat Wilfred genejarig is. Hij werd afgelopen donderdag 57 jaar. Ik krijg een bericht binnen. Over één minuut ben jij jarig. Dat staat in mijn telefoon. Over één minuut schreeuwt de verslaggeefster hierin. Wilfred laat heel duidelijk merken dat hij verrast is. Nou ja, het moet niet gekker worden, zeg. Waarom sta ik in jouw telefoon? Wat is dit? Merel begint Wilfred gelijk te ondervragen: Hoe oud word je? Of jong. Wilfred, wat grappig dat het in jouw telefoon staat. Ik heb niet in mijn telefoon staan dat over één minuut Merel-ek jarig is. Merel, sta ik niet in jouw telefoon met mijn verjaardag? Wilfred, ik zou niet eens weten wanneer jij jarig bent dan. Merel onthult dan dat haar precieze verjaardag een geheim is. Dat hou ik graag zo. Ik heb al een paar keer hier gezeten op mijn verjaardag of de dag erna. Wilfred, echt waar? Merel, ja, en dan is het altijd heel fijn dat dat ehahaha. Wilfred is verbaasd. Staat dat niet op Wikipedia? Merel, nee, nee, nee. Wilfred, nou, jongens, we kunnen toch zo achter de datum komen? Wacht nou toch even. Merel, nee, nee, nee. Tot slot, waarom was Wilfred niet vrij op zijn verjaardag? Het was de dag dat René van der Grijp afwezig was, omdat op dezelfde dag zijn zoon Nicky jarig is. Wilfred, nou, twee man weg mocht sowieso niet. De afspraak is altijd dat als we af zouden wisselen, dat een van onze drieën dan even weg was.